De gemeente Eindhoven sluit niet uit dat er een stalen kabel loskomt van de zwevende rotonde op de Hovering in Eindhoven. Door de wind gaan de stalen kabels bewegen, waardoor trillingen ontstaan. Volgens agenten ter plaatse zou de spankracht van de kabels van het zwevende fietspad onvoldoende zijn. Technici gaan nu bekijken of de dwarsverbindingen een stabiliserend effect hebben. Volgens het ingenieursbureau dat de Hovering heeft ontworpen, is de situatie niet alarmerend. Het plaatsen van dempers zou een oplossing kunnen zijn.